Jawel, is, het is al kerstmis geweest. En toch is dit de kerstige kerstaflevering. De nieuwjarige nieuwjaaraflevering. Um, aflevering 87 van Vivo Valentijn. Robert, jij hebt een kerstmuts op. Sowieso. Ik, daarom, Voor dan weet de je het wel. Allerlaatste aller, aller keer Valentijn van <laughs> nou, het jaar. Ik dacht <laughs> dat dit de laatste keer was dat je kerstmuts opzette. Dat, dat kan heel goed. Dat zou zo goed, uh, goed kunnen. Laten. Ik heb deze vrolijke kersttrui aan. Ja, veel kerstiger moet het niet worden. Heb je een leuke kerst gehad? Weet ik niet. Ik denk het wel. Ik <laughs> denk het ook. Hè? <laughs> ja, het werd vast een hele leuke kerst. <laughs> um, ja, ik denk dat er met zo'n laatste uh, nieuwjaarsaflevering zit er eigenlijk maar één ding op. En dat is dat we terugblikken naar een jaar vol uh, Clown World. Het, was, het, is, ja, het is eigenlijk de, 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 de grote kerst clown uh, dit jaar. Het was misschien wel de meest clowneske, het meest clowneske jaar. Tot nu toe. Ja, was het clownesker dan de coronajaren? Um, ja, want we hadden natuurlijk nog een staartje corona in, in, in het begin. Daar begonnen we mee. We, ja. begon, we eindigden uh, de corona-onzin dit jaar. Ja. En toen gingen we door naar uh, Oekraïne. Toen kwam de Oekraïne clownshow, inderdaad. Toen kwam die show en toen gingen door naar de klimaatshow met, uh, um, met de boerenprotesten en ja. uh, het, de doorhoge gasrekening die we nu nog steeds die hebben. Die kwam er gelijk achteraan. Kwam er gelijk achteraan, dat. achteraan. Dus dat ja. was wel, het was een vol jaar. Ja, ik denk dat was in ieder geval gevarieerder. Ja, en dat is het misschien. Dat het was gewoon een gevarieerde show hebben ze opgevoerd. Ja. In plaats van alleen maar de hele tijd hetzelfde corona bullshit. Een ja. soort van die horrorfilm hebben we nou gezien, weet je. En dan, uh, nee, nu hebben ze een gevarieerde show gezorgd. Een clownshow variëtee, ja. <laughs> ja. Dat kwam <laughs> Rutte, Dat, was het. dat kom, <laughs> kwam weer langs en een gek dansje doen op een ja. drieminuutje. Nou, dat, dat was leuk, dat was eerst wat anders. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Um, wat vind jij... Um, wat vond je de meest van al die clowneske ontwikkeling, wat vond je het meest bizar? Um, het meest bizar? Um, ik, er, ik, er, ik moet, een van de dingen die mijn hoofd schiet is um, Zelensky. Ja. Die, uh, wat natuurlijk gewoon act, wat een acteur is. Hij is een acteur, Maar ja. ook, ook een staatshoofd. Uh, en die, ja, die heeft toch ook wel geleerd, zeg maar, die heeft bullshit tot wel een nieuw niveau kunnen For heaven. En dan moet ik moet denken aan de uitspraak, de vraag die hij kreeg op een gegeven moment van... Um, Hoe lang heb je je kinderen niet gezien? <laughs> en zegt hij zegt, ja, ja het sinds, sinds het, begin van de oorlog. het begin van de oorlog. En dan, wordt hij wegloopt, zegt hij... Oh nee, oh nee, twee weken geleden, zegt hij dan, op camera. <laughs> Omdat hij dan blijkbaar beseft dat hij zijn kinderen wel heeft gezien. Dat het gewoon bekend is, dat het een bullshit verhaal won't fly, zeg maar. Dat, dat vind ik wel een van de echt... Meest trieste clowneske dingen die ik uh, dit jaar gezien heb. Heb je meegekregen dat zijn vrouw uh, twee weken geleden is gaan kerst shoppen in Parijs? En dat een van de winkel, winkelmedewerkers uh, daar een videootje van online heeft gezet, uh, waarin zij voor 40.000 euro kerstinkopen doet bij een winkel. Nee, heb ik niet gezien. Alle, alle, alle steun vanuit Europa. Dat ja, gaat, uh... natuurlijk. Hij is multimiljardair geworden met die shit. Hij ja. is gewoon, ik wil die gast is zijn zak aan het vullen op een niveau. Dit is de beste acteerklus die hij ooit gekregen ja. heeft. Weet je. Beter, ja, beter zijn ze niet, denk ik. Dat, uh... nee, nee, het is echt bizar. Het is echt. Um... Ik nee, dat is denk ik wel een van de. Um, van, van de allergrootste. Maar het, is, het is in dezelfde lijn van alle boertjes die we altijd zo bij zien komen. Maar het is, het is ja, ik weet niet. Het is. Het is zo so in your face. Ja. Van, ik ben gewoon aan het acteren. Uh, weet je, Rutte die fijnst nog politicus te zijn. Hij is volgens mij gewoon, hij is gewoon acteur. Ja, daarom. Hij heeft ook altijd zijn outfit aan. Weet je, Heeft hij dat stomme leger shirt aan. Of een leger ding bij een, of een ja. officiële meeting. Ja. Ja, <laughs> dat is gewoon weird. Dat, dat trouwens. Of de, de Oscar die hij kreeg van Sean Penn. Heb je het gezien? Nee. Dus Jean, Jean ja, die ging dus naar. Uh, die ging zijn steun betuigen aan, uh, aan Zelensky in, in Oekraïne ergens. In Kiev natuurlijk, in dat metrostation, ja. wat ze als tv-studio hebben ingericht. Ja, en ja. Daar, toen had hij een van zijn Oscars meegenomen. En hij zegt: Nee, deze wil ik hier bij jou achterlaten. Want jij. Jij verdient hem. Jij bent de beste uh, acteur. Ja, Dat zei hij niet erbij. Maar dacht van is dat nou de, is dat nou de angle die hier zegt. Van, de acteur is dat. De, ja. die jij bent. Jij doet het beter dan ik. Hier heb je mijn Oscar. Ja. Kom maar weer terugbrengen als de oorlog voorbij is. En hij zegt, no, I can't take it. En dan. Jawel, moet echt. Oké, okay, dan neem ik hem wel. Ja, Ik vind het wel. Ik bedoel, je kan een boel van de man zeggen. Uh, maar hij is een goed acteur. Zeker. Hij acteert echt ook heel ja. overtuigend. En hij is altijd uh, of. Uh, boos, want er wordt hem iets misgund. Of hij mag mm -hmm. niet praten tijdens het WK voetbal en dat soort dingen. Dan is hij heel boos. Nee. Of, uh, <laughs> hij is heel erg... Uh, maakt zich heel erg zorgen over nieuwe aanvallen op, op zijn land. Ja, nee, ik denk dat uh, die beste man... Uh, hij, hij acteert dat hij een slachtoffer is, maar dat is hij helemaal niet. Want hij nee. verdient zich helemaal rot inderdaad. En daarom is hij ja. natuurlijk ook gewoon Times Person of the Year geworden. Dit ja, jaar. ja, dat ook inderdaad. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik zag ook dat Hitler ook ooit een keer, Time of twee keer zelfs, Time Person of the Year is ja, geweest. Stalin. Stalin ook. Dus het wil niet zeggen dat je een, een topgozer bent. Het is gewoon iemand die de wereld uh, politiek... Goed hart naar de kloten kan helpen. Ja, maar of gewoon domineert. En dat is ah, wel ja. wat hij doet. Hij domineert de media en met zijn acteerprestatie zit hij wel... Um, zichzelf behoorlijk op de kaart en dat uh, maar ja. het is toch ook bedoeld Time's Person of the Year is ook wel een beetje bedoeld als zijn de personen die de wereld een beetje beter gemaakt hebben dat was toch wel de insteek nee het van is Times geen medewerker van de maand uh, is dat het niet nee het is echt gewoon een soort van deze doelt die uh, zetten we het kan wel het kan, het kan ook dat je een positieve bijdrage levert maar het hoeft niet Ja, want Hitler is zeg maar in 1938 geloof ik, zeg maar voor de hele hetze zeg maar, die die toen yeah. losging, is hij volgens mij Times Person of the, of the Year geworden en staan in dacht ik om, om zijn bijdrage aan het verslaan van Hitler. Ik dacht dat dat een beetje de insteek was van uh, okay, de nou, nominatie. Oké, het zou heel goed kunnen. Het, nou ja, het is, het is in ieder geval uh, dubieus. Alle hij is in goed gezelschap. Hij is een goed gezelschap, hij is goed gezet, ja, ja inderdaad. O uh, Time heeft een artikel ge gewijd aan waarom Adolf Hitler uh, Time Man of the Year was, inderdaad. Uh... Ja, om een soort van lullen, toch? Ja, hij is een soort symbool van het kwaad, hebben ze hem genoemd. Nou, nee, ja. even man, lekker belangrijk. Um, wat vond je een hoogtepunt uh, of een dieptepunt? Wat, van... wat vond jij de meest uh, boos, die clownesk op opzienbarende moment van het uh, afgelopen jaar? Um... Het was eigenlijk totaal iets anders. Um, maar ik vind dat de NASA uh, is, een, uh, is Artemis gestart. Dat is een nieuwe maanmissie. Ik weet niet of je dat ge gevolgd hebt, maar ze hebben een raket naar de maan. Uh, eerst uh, wordt het een soort zonde, en daarna komt er een, uh, een bemande maanmissie. Mm -hmm. En um, ja, de bedoeling is om aan te tonen dat ze wel degelijk naar de maan kunnen vliegen. Waar ik nog altijd niet in geloof, namelijk. Nee. En dat uh, maar, ja, dat is net al gebeurd. Maar ze hebben toch die zonde al gelanceerd. Ja, de of, zonde is gelanceerd. Wat ja, maar... is daarmee? Want ik heb ik zat mijn tijd geleden op die live feed te kijken van die Artemis. En dan zag ik niks behalve een soort van. Dan zie je zeg maar de rechterbovenkant van die zonde en een heel zwart niks. Ja, ja, ja. nee, dat, dat ziet er altijd. Die beelden zijn altijd te kut voor worden. Ik vond maar waarom? Het beter wat, wat, wat Elon Musk, die had die muis toch over dat uh, ding rennen. Heb je dat meegekregen? Nee. Die had ze op een gegeven moment zijn, uh, zijn Heavy, nog wat raket had hij gelanceerd. En in die beelden rent een muis. Over, uh... Echt? <laughs> ja, ja, ja. Nee, niet gezien. <laughs> dat, dat was bizar. Maar goed, oké, okay, anyways, de NASA wel. Kijk, het is niet zo raar dat ze die zonde naar de maan kunnen krijgen. Dat is niet zo, maar ze kunnen ook naar Mars een zonde sturen, weet je. Dat is gewoon, een, weet ik veel, dat lukt wel. Maar... Um... Ja, dat is best wel knap al, want ze hebben zelf eerder gezegd, de mensen de NASA heeft gezegd van, ja, we hebben, we destroyed the technology to go to the moon. Ja, nee, maar wat het probleem is, ze kunnen mensen niet buiten uh, de, de Van, van Allenbelt Allen krijgen. Dus dat is een soort. Um, uh, hoe zou je het zeggen? Een soort, soort elektromagnetisch veld om de aarde. Mm -hmm. um, waar. Uh, wat eigenlijk beschermt tegen allerlei vormen van straling. Maar waar dus ook een. een hoge straling heerst. Daar kan je niet zomaar doorheen vliegen. Mm -hmm. En uh, die Van Allenbelt. Dat, dat omvat eigenlijk de hele aarde. Uh, er zijn. Op De Noordpool, volgens mij op de Polen zijn er wat wat stukken waar het niet zo. Daar zouden ze dan doorheen moeten gaan. Um, ik weet het niet. In theorie uh, is het niet mogelijk om er doorheen te gaan. Er, wordt, er is meerdere malen gevraagd aan de NASA om uitleg te geven. Uh, en ze, ont, ze, ze lullen er altijd omheen. Um, een andere organisatie. Ik bedoel, uh, China is toch ook een paar jaar geleden naar de maan geweest. Ja, maar niet bemand. Geen bemande vluchten. Dat is het hele ding. Ah, okay. dus dat ze kunnen wel naar dat space station en dat is allemaal zo dicht bij aarde dat is allemaal niet het probleem Met de, ja. het gaat om door die Van Allen belt okay. uh, dus dat is ja daar moeten ze iets op verzinnen en dat um, ik weet niet ik vind, en ik, maar ik heb zoiets van ja dan gaan ze nu in deze tijd wordt daar dan heel veel geld in gepompt om, om weer wat van het imago van de geloofwaardigheid van zo'n instituut te herstellen Um, ja, en dat de, alle instituten hebben dat nodig op dit ogenblik. Want de instituten zijn hun geloofwaardigheid aan het verliezen. Mm. Allemaal. Weet je, van de medische industrie tot de, tot, tot de politiek, tot uh, de media. Weet je, de gezondheidszorg. De allemaal. Overheid. Ja. De overheid. Ja, allemaal zijn ze hun, hun geloofwaardigheid aan het verliezen. Mm. En daarnaast is daar ook eentje van. Weet je, ik bedoel, die wordt, um, als je het hebt over prestaties, dan is SpaceX aan alle kanten NASA voorbij aan het streven. Mm -hmm. Weet je, die gaan nu ook met een Mars-missie komen. En die zijn, die zijn zoveel harder aan het gaan dan de NASA voor een fractie van de kosten. Dus de NASA moet iets doen. Dan hebben ze bedacht, ja, dan gaan we weer een man naar de maan sturen. Wat Dat vind ik ze zo heel dubieus. Want NASA heeft echt een miljardenbudget... budget. Ja. Elk jaar weer, maar ik, ik, ik zie vrij weinig gebeuren, of is ja, ze helemaal geen incentive hebben om efficiënt te werken, wat je natuurlijk bij alle overheidsinstellingen ziet. Ik dacht, idee dat, dat sowieso, maar dat is niet anders dan dan ik bedoel, er is, volgens mij nog gewoon een soort van schijn bij andere overheidsinstanties. Ja, weet je, wij maken beleid, of wij, uh, weet ik veel, we doen iets, we helpen ergens mensen. Maar nu heb ik echt het idee dat NASA doet echt jaren niks, ja. En dan hebben ze een keer weer een vlucht naar de International Space Station. Ik heb het idee dat NASA gewoon één grote, hoe noem je dat, gewoon Black Book Operation is of zo. Dat geld gaat wel naar NASA, maar het wordt niet uitgegeven aan NASA-dingen. Een soort witwasoperatie, ja. Dat zou, dat CIA of andere intelligence community-organisaties. Nou, wat ik heel opvallend vind, is dat NASA's grootste doorbraak was de ontwikkeling van de Space Shuttle. Dat stamt volgens mij uit begin jaren 80. Uh, ik wil niet heel lullig zijn, maar dat 60, is... 60 geloof ik toch niet? Nee, ja, geloof je. Ja, nee, ja, 80, ja, 80 ja, zoiets. En ja. is er is ja. nog eentje opgeblazen. Um, maar goed, dat, dat ding is ruim 40 jaar oud, weet je. En ik bedoel, inmiddels niet meer in gebruik. Maar mm -hmm. wat komt daarvoor in de plaats, weet je? Geen fucking idee. Weer, weer een ouderwetse weer raket. Raketten, ja, ja, weet je. En dat is gewoon raar. Zo'n zo hele mooie meme daarvan. Je hebt zo'n meme van... Um, um, dan zie je zeg maar... Space travel uh, technology in de jaren tachtig en nu zie je na nou twee keer de, uh, de shuttle. De, en zie je vervolgens zeg maar wat de private sector heeft ontwikkeld sinds de jaren tachtig, weet je waar telefoons zijn van zulke kassen, computers ja. van zulke kassen naar weet je naar handhelds gegaan en dan zie je dus dat innovatie niet komt als de overheid ze zijn hoe heet dat zich, uh, zich ermee bemoeit. Ja, nee, dat klopt. Ik, ik heb een keer een uh, heel artikel gelezen, ken je dat? Um, um, Ken je WD40? Uh, nee. WD40 is gewoon een soort smeerolie, als het ware. En je mm. spuit het in je fietsketting. Of als je slot stroef draait, dan spuit je de water. Het blauw busje. Je ja, koopt ja. het overal. Ja. En uh, WD40 is door de NASA ontwikkeld. Want het was namelijk een, uh, het, het staat voor water. Waterafstotend iets of zo, water displacement of zoiets. Daar staat mm. WD voor. Mm. En dat komt dus door de NASA. Dat hebben ze met een van die ruimtemissies, hebben ze dat spul ontwikkeld omdat ze het nodig hadden om een soort van water van die af te krijgen. Het zwembad uh, waar ik <laughs> in filmde. Waarschijnlijk ja. Ja, ja. <laughs> Maar goed, dat. Uh, nee, ik, ik vind wat dat betreft, ik vind uh, de NASA, dat vind ik echt een grap van de eeuw. En nu ze dus weer naar de maan zijn gegaan, dat. Uh, ja, ik weet, ik weet het niet. <laughs> ja, dat gaat echt helemaal nergens over. Nee, ik ben, ben, ik ben benieuwd, want er was uh, wat mij net nog over dat. Uh, de ESA of een, een Europese um, organisatie die is ook bezig met uh, raket uh, lanceren ja. die, om, die ontploft. Uh, ik vind dat zo ik zei ik ja, ik vind het zo bijzonder er gaat miljarden in je bent maanden jaren aan het voorbereiden en dan binnen één seconde gaat het fout en dan denk ik van dat, dan moet je maar iedereen ontslaan ja in één seconde naar de maan ja, ja. Nee, ik vind dat, uh, ik vind dat echt uh, uh, ook te, te bizar voor... Maar goed, er kan eens een keer wat misgaan natuurlijk. Nee, je... nee niet als je zes, weet ik veel, jaar voorbereidt... en je gaat, weet ik veel, honderden, miljoenen er tegenaan gooien. En dan, dan je weet toch wat je kan verwachten als je zo'n ja, ding lanceert? het is heel lanceert. complex. Wat Misschien is er complex aan? Hebben... Ja, weet ik veel. Dan hebben ze gewoon net eventjes één dingetje niet getest. Dat je die zes de... jaar lang daarvoor hebben daar niet naar gekeken... dat ding net niet goed stond op het moment Jawel, dat jij ging lanceren. Nou, het, het zou moeten werken, zeggen ze dan. Ja. <laughs> het zou in principe zou het gewoon moeten werken. En dan dus, werkt het niet, en dan is het gelijk. zo je nog nooit? Ja, nee, precies dat. <laughs> bedoel, dat kan toch gebeuren? Dat is ja, vergeet ook wel eens de tank of zo, weet ik veel. Dat kan gewoon, weet je. En nooit met een lege tank gestaan, volgens mij. Nee, nee, Oh, de, nou ja, goed. Dat, uh, ik ernaar, denk ik. wel bijna een lege accu. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Accu kan kan, ja. kan makkelijk stuk zijn leeg raken, dat soort dingen. Nou ja, nou, ja. nou goed, oké. Okay. Mm, zijn er ontwikkelingen geweest. Uh, in de wetenschap bijvoorbeeld. Die zijn bijgebleven de afgelopen jaar. In de wetenschap. Um, het mRNA-vaccin. Ja, kijk, daar ga je <laughs> al inderdaad. Ja, zeker. Dat is, ook... dat is wel een hele grote. van. van, van was inderdaad net nog over de, voor de uitzending. Van kankerbestrijding. Naar, naar, van gepersonaliseerde kankerbestrijding naar massa-inenting-vaccinatiemiddel. Uh, ja. Waar de effecten. Uh, Ongetwijfeld, nee, ongetwijfeld, hopelijk volgend jaar uh, duidelijk van worden. Duidelijk van worden. Ja. Ja. Denk je dat we dat aankomend jaar gaan zien? Dat we dat we de, de bijwerkingen van de, van, de, van de experimentele behandelingen, dat dat eindelijk in het openbaar komt? Ik heb wel het gevoel dat er inderdaad een, uh, iets aan het uh, ontvouwen is dat, dat nog niet op zijn einde is. Uh, waar we het vorige week over hadden met. Twitter zelfs, die inderdaad ook zeg maar, op dat gebied uh, um, heel veel... Of een boekje opendoet, de oversterft, die, die maar aanhoudt. Het is, het is, ik kan me niet indenken dat dit weer onder een tapijt wordt, uh, wordt geschoven. Ja, ja ik, ik denk dat, dat critici en met name wetenschappers... die hier serieus verstand van hebben... steeds meer um, ruimte krijgen om een verhaal te doen. Mm -hmm. Ik denk dat er ook steeds meer uit de school klap. Ik zag gisteren een verhaal van een... Uh, uh, Australische arts, uh, voorzitter van zo'n medische organisatie, die eerst heel erg pro voor die vaccinaties was, um, daar zelf uh, bijwerkingen van heeft ondervonden. Uh, zij is, het is een vrouw en zij is lesbisch volgens mij. En haar vrouw heeft dus ook bijwerkingen van het vaccin gehad. En uh, ze zijn onderzoek gaan doen en zijn erachter gekomen dat hij het helemaal niet zo onschuldig is als het lijkt. Mm. En wat ik wil, dat weten we al lang natuurlijk, maar. In Australië is dat uh, vrij opzienbaar. Dat iemand op zo'n positie opeens omslaat als een blad om op een boom is opvallend. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. En dat soort mensen hebben al toegang tot de mainstream media. Hun verhaal wordt geloofd. En als die dan op. Opge... Kijk, het, het ding is natuurlijk dat ik denk. Kijk, er is absoluut heel veel corruptie met, met die prik geweest. Maar er zijn echt heel veel artsen en medici die geloven in uh, de effect in het effect van, van die behandeling. En die geloven dat het onschuldig is mm -hmm. en dat er geen risico is. Het safe and effective. Mm -hmm. en effective. Uh, en ik denk dat die mensen steeds meer met hun neus op de feiten gedrukt gaan worden en erachter komen dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En die gaan niet hun mond houden. Kijk, als jij geld betaald krijgt en je, je bent van dag één corrupt, ja, dan ga je ga je echt niet op bezat. Dus gaan. nou, ik denk toch dat het. Dat ga je niet doen. Maar mensen die daar oprecht in dat narratief geloofd hebben, ja, die gaan nu. Uh, uh, die gaan, die gaan die gaan, die gaan een boekje open doen. Mm -hmm. Ja, als je als, uh, hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn op een andere manier ook geïnvesteerd in het verhaal. Uh, uh, het is best knap dat als je uh, het zelf hebt, ja, een soort van verkocht, verkondigd, dat je dan inderdaad daar uh, op terugkomt, zoals die Australische arts. Um, ja. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk, um, omdat het voor mij het, uiteindelijk ook gewoon te, je kan er niet meer omheen op een gegeven moment. Ja. En, en dat is volgens mij nu wel een beetje wat, wat, wat gaan. Is. Ja, dus ik, ik hoop dat. Uh, ik hoop dat meer volgen. Ik hoop dat dat uh, uh, absoluut. Aan de andere kant, ik hoopte ook dat de waarheid rond 11 september, de moord op Kennedy. <laughs> ja. uh, en ga zo maar door, dat dat allemaal duidelijk zou worden. En dat, uh, dat, dat is allemaal niet gebeurd. Dus nee. dat, uh, ja. ik denk dat dit ook nog wel heel, heel erg lang uh, onder de tapijt geschoven gaat worden. Zijn er nog andere? Zijn er. Zijn er um... Ik heb eigenlijk niet zeg maar, echt zo'n baanbrekende technologische. Uh, dit vind ik, vind ik eigenlijk heel shit, deze ontwikkeling. Maar zijn hmm. er ook zeg maar, zo'n baanbrekende wetenschappelijke ontwikkelingen geweest dit jaar? Die, die, die wel iets bijdragen aan het welzijn van de mens? Nou, ik, uh, ik, ik had één ding wat ik echt heel interessant vond. En dat is niet zozeer een nieuwe. Uh, ontwikkeling of een nieuwe ontdekking of een uitvinding, weet ik wat. Het is iets, het is een plek waarin het narratief verandert. En um, er is een heel interessant narratief rondom de geschiedenis van de mensheid, en die leidt ertoe dat de mens iets van 200.000 jaar oud is. En dat op een gegeven moment de Homo sapiens kwam, en toen eerst soort van als halve wilde in de holen leefde, en toen langzaam uh, van jager-verzamelaar-status naar uh, landbouw toeging en specialisatie van beroepen en dat soort dingen. En toen ontstonden de eerste samenlevingen. Nou en je, kent het allemaal al. en dat. Um, Um, dat strookt niet helemaal met veel dingen die ontdekt worden. En ik ben een groot fan van Graham Hancock. Uh, die samen met, uh, of meerdere uitzendingen uh, is hij de gast geweest bij Joe Rogan. En hij vertelt altijd over dat, um, uh, dat gegeven dat er uh, eigenlijk voor onze uh, geschiedenis, voor onze moderne geschiedenis, een, een beschaving bestond die heel geavanceerd was. Echt, echt misschien wat we nu hebben of geavanceerder. En die zou door een, uh, door een soort rampspoed uh, uitgeroeid zijn. En uh, nou goed, uh, de rest is geschiedenis. Um, hij heeft een serie gekregen bij Netflix uh, afgelopen jaar. Die heet Ancient Apocalypse. Oh ja. Staat net online. Is echt, mm -hmm. een, echt een aanrader. Mm. En hij gaat dus eigenlijk alle um, leads af die we hebben uh, in de wereld, die uh, hinten naar een soort van. Um, oude beschaving. En hij um, gaat de plekken langs en uh, vertelt over oude geschriften. Als je het dan hebt over de oude uh, Indiaanse uh, geschriften of de uh, overleveringen van Indianenstammen in Noord- of Zuid-Amerika, of um, zelfs onze Bijbel. Uh, al die verhalen die hebben een gigantisch overlap met elkaar. En dat valt mm -hmm. eigenlijk niet te rijmen met dat, um, met dat gegeven van die. Uh, um, ja, dat we allemaal jagers en verzamelaars waren. Weet je. Ik bedoel, dat is niet een cultuur die zijn informatie over de hele wereld verspreidt, die piramides bouwt in vijf verschillende werelddelen. Uh, waar ook nog eens een keer dezelfde hiërogliefen staan, nee, dezelfde dus, afbeeldingen. Mm -hmm. En daar wordt nu allemaal niet over gesproken. En dat. Um, en ik heb natuurlijk die podcast gedaan met Jan Ott... die de Engelse vertaling van Uralinda heeft gemaakt. Um, en dat ik vond het. Een van mijn meest uh, uh, interessante ontdekkingen afgelopen jaar, dat er dus ook dat soort oude teksten zijn van de Nederlandse beschaving, of eigenlijk van de Friese beschaving. Mm -hmm. Heel Nederland was toen Fries, eigenlijk en de Friese beschaving was veel groter dan Nederland. Maar voor mij was dat helemaal nieuw. Dus ik heb er echt met veel uh, uh, enthousiasme in, dat, uh, in die geschiedenis verdiept. En ook dingen als dat bijvoorbeeld de vikingcultuur voortkomt. Uit die cultuur van de, van de mensen van Vrijja. Vrijja was de, de god. Daar komt het woord Friesland ook van. Vrijja's land, Friesland. En die, um, uh, die cultuur is heel oud. En misschien ook wel ouder dan. Um, uh, uh, ja, kijk, nu denken ze van ja, die Friesen, het stel niet zo veel voor. Maar dat dat echt duizenden jaren voor Christus teruggaat En dat dat een, een zeevarende uh, cultuur was die in op alle werelddelen is geweest... dat is natuurlijk mind mm, mm. Echt wel tof. Ik heb, er, ik heb er veel over gehoord... maar niet die serie zelf niet gekeken. Er was ook een soort van ophef over, geloof ik. dat er het Ancient dat... Apocalypse? Yeah. De, wat, dat is niet Uralinda uh, natuurlijk. Maar... Nee, Ancient Apocalypse, yeah. ja. Nee, de, de ophef is dat er gewoon... Een, een, een algemeen geaccepteerde... beeld is... narratief is van hoe onze geschiedenis eruit ziet. Mm -hmm. En dit gaat daar volledig tegen in... Mm. Um, en ook hoe de ijstijd geëindigd is bijvoorbeeld, weet je, dat, want dat is ook altijd de vraag geweest, hoe kan het dat we hier in, hele, in het noordelijk halfrond twee kilometer ijs, dik ijs hadden liggen uh, en dat dat weggaat. En zijn theorie is van ja, er is een, een meteorieteninslag geweest, die meteoriet is opgebroken toen het de dampkring binnenkwam in vijf delen. En die, uh, die zijn ingeslagen in die ijslaag en die zijn daarmee in één keer gesmolten. En daar komen ook die verhalen van die uh, uh, van die, vloed, uh, die vloedverhalen vandaan die in heel veel culturen terugzitten. Niet alleen in de bijbel, maar heel veel hmm. culturen komt dat terug. Uh, want doordat dat ijs in één keer smolt, echt in een kwestie van twintig minuten, is en we dus een zeespiegelstijging van 450 meter zagen in hele korte tijd. En die sporen die die gigantische vloed uh, heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, dingen als de Grand Canyon. Dat kent iedereen. Maar er zijn heel veel gebieden die niet echt, waar de, de, de geografie niet echt te verklaren is. Mm -hmm. Behalve door zo'n soort um, door zoiets. En dat, uh, dat, is, dat is fascinerend. Mm, ik, vind, ik heb altijd een hele grote fascinatie gehad voor uh, oude beschavingen en Egyptenaren. En ook naar het besef later dat volkeren die ook zeg maar afzonder van elkaar leven dezelfde ja of enigszins dezelfde rituelen en en uh, en dingen deden zoals naar piramides bouwen ja uh, en dan maar ook maar dat en dat kan je nog een soort van verklaren doordat als je niet um, dat moet het een heel stabiele stabiele manier van iets heel groot bouwen is zeg maar. maar het gaat om iets heel anders maar maar er zit een, ja de, precies maar er zit veel meer achter en ook het verhaal natuurlijk dat uh, want in Egypte wa waar het, wa was het verhaal heel lang: van, het zijn, hoe dat zijn uh, graven, dat zijn helemaal geen graven. Weet je, het is heel wat anders. Maar dat, ja, tombes, ja, dat zijn het niet. Nee, het. maar dat, ja, ik, vind het, ik vind het een hele, hele fascinerende. Um, hoe zeg je dat? Uh, er zit, het zit heel veel meer achter dan, je, dan, je, dan, dan we tot nu toe. Mee ja. gekregen. Nou, ik vind het zo opvallend dat wij weten zo weinig. Ja. Weet je? Dat, we weten als mens nu, als moderne mensen, we weten natuurlijk van alles en nog wat wel een beetje. Maar eigenlijk hebben we heel weinig begrip van heel veel um, ontwikkelingen. Ik, ik heb afgelopen jaar een van de. Uh, uh, want ik heb dit, dit besef dat er dat je. Eigenlijk een soort ander perspectief voorgeschoten. Kreeg. Dat heb ik ook heel erg gehad met het boek van Donald Hoffman. Die heeft uh, The Case Against Reality geschreven. Mm -hmm. En dat boek gaat er eigenlijk over dat, zoals. We, de, het begint eigenlijk bij het probleem waar heel veel wiskundigen en onderzoekers eraan lopen, dat uh, onze huidige natuurwetten, of onze natuurwetten, niet overeenkomen met uh, de kwantumfysica. Die zijn niet echt te verenigen met elkaar. Daarom zijn. Natuurkundig al heel lang bezig om te proberen om een soort van theorie van alles te ontwikkelen. Wat lukt als je dan, weet je, snaartheorie is daar een voorbeeld van. Um, maar ja, het is allemaal vrij gezocht. En wat hij zegt is van luister, als je uh, als ruimte en tijd, want dat zijn de problemen binnen de kwantumfysica, als die binnen de kwantumfysica niet kunnen ontstaan en onze natuurkundige realiteit is onderdeel van de kwantumfysische realiteit... dat betekent dat ruimte en tijd misschien wel niet bestaan. En uh, als je vanuit, die, uh, vanuit dat begin begint te redeneren... en zo is zijn boek tot stand gekomen... zegt hij dus eigenlijk van... oké, okay, ruimte en tijd zijn door ons geconstrueerd. Uh -huh. Waarom? En hij zegt van ja, de, uh, onze, uh, de wereld waarin wij leven... dus de drie dimensies waarin wij leven... die hebben wij als energiewezens gecreëerd. Omdat dat de beste... Um, um, opties biedt voor overleving en voor voortplanting. Dat is ons biologisch uh, doel, namelijk. En um, het interessante is dat je er zoiets zegt van: wat? Weet je, ik bedoel, deze tafel is toch echt, ik voel hem toch echt. Mm -hmm. weet je? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat um, ook ons lichaam, onze hele, uh, uh, onze hele uh, besef van realiteit, is een. Is geconstrueerd door ons, door ons bewustzijn. Want hierin vindt ons leven plaats. Hierin kunnen wij het beste overleven. Mm -hmm. en, dat, uh, en hij heeft een eeuwige um, uh, vergelijking, of hij heeft zo'n vergelijking die de hele dat terugkomt. En dat is dat uh, je moet je voorstellen dat je op je desktop, op het midden van je desktop, heb je een icoontje voor je e-mail Dat wil niet zeggen dat, je, dat het icoontje voor je e-mail, of dat je e-mail allemaal in het midden van je desktop staat. Het is gewoon een, een abstractie. Van je e-mail, van de toegang tot je e-mail. Mm -hmm. Zo moeten we de realiteit zien. Dit hier alles is een abstractie van iets wat veel complexer is, maar gewoon op deze manier is teruggebracht, zodat wij het meest efficiënt kunnen omgaan met de energie die we hebben, die we dus met onze hersens gebruiken, of ons lichaam, of, of, of op wat voor manier dan ook gebruiken. Op, op deze manier kunnen wij het meest efficiënt omgaan met onze energie. En ons dus het meest efficiënt uh, overleven en voortplanten. Maar we zijn. Wacht even hoor. Dat is een hele, hele, hele grote. Maar, maar we zijn wezens van energie die, dus, dit. de, de, de het fysieken, hebben. hoe gecreëerd? Of hoe hebben. Of, of dat is een. hoe, hoe werkt dat? Ja. <laughs> <laughs> nou, we gingen. Dus home. om. Yeah. <laughs> nee, de, kijk, dat is dus het probleem. Weet je, dat is natuurlijk lastig. Maar hij, hij zegt eigenlijk. Het enige waarvan we. kunnen stellen dat het echt is, is ons bewustzijn. Ja. En dat is ook het probleem. Met onze moderne wetenschap. Weet je. Er, wordt heel, er is heel veel gediscussieerd, ook tijdens corona, zo, van wat is wetenschap? Wat is dat mm -hmm. dan? Weet je? Het is niets anders dan alles ter discussie te stellen, alleen het is veranderd in een soort geloof eigenlijk. En um, wetenschap, daarvan zou je kunnen zeggen: van, het is eigenlijk de dingen die je waarneemt. Maar hoe neem je waar? Je neemt waar. Ik bedoel het natuurlijk met je ogen, met je, met je neus en met je zintuigen. En je voelt het, daar kun je mee waarnemen. Alleen het is je bewustzijn die het registreert. Ja. Maar Wij weten niet wat bewustzijn is. Ja. Weet je, we weten heel veel dingen, maar we weten niet wat bewustzijn is. Ja, Waarom niet? Waarom weten we niet wat bewustzijn is? Je zou zeggen, wij weten wat de mens is. We kunnen ons, oh, je, kun, je kunt de mens opensnijden, je kunt er van alles nog wat doen, maar we hebben geen idee wat bewustzijn is. En dat, is, dat komt omdat vanuit dat bewustzijn. Zijn we ontstaan? We kunnen niet over, we kunnen niet door dat gordijn heen kijken. We kunnen niet over die grens heen stappen en zeggen van, oh, wat is dat bewustzijn dan? Mm -hmm. eigenlijk, hoe hebben we die En dat is het interessante. Wij leven in een geconstrueerde, uh, uh, drie- of eigenlijk vierdimensionale, want we hebben natuurlijk ook tijd erbij, in, 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 die, in die omgeving. Alleen we kunnen niet zien vanuit welk perspectief dat gecreëerd is. We mm -hmm. weten niet wat dat is. En dat is. Dat, dat is dat is, ik vond dat echt fascinerend. Het doet me een beetje denken aan het idee van... waarom creëerde God zeg maar, meer dan hemzelf? Zeg maar? omdat, omdat de waarnemer kan zichzelf niet kan waarnemen. Ja, dat, dat idee dat de God de mens creëerde om zichzelf te kunnen ervaren. Ja, ja dat, 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 idee. dat dan doen we daaraan denken. Dat, en dat is ook inderdaad de, 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 het interessante van... Je, want dat is het idee, je kan als waarnemer... Want bewustzijn, dat is de waarnemer. Mm -hmm. En als ah, waarnemer kan je alleen maar objecten... Om jou heen waarnemen, maar niet jezelf. Ja, ja, ik er zat iets heel praktisch aan, wat ik heel interessant vond. En dat is namelijk dat. Um, als ons bewustzijn. eigenlijk definieert wie wij zijn. Mm -hmm. en dat bewustzijn dat, dat. leeft niet in die drie dimensies. anders zou ik. of in die vier dimensies. anders konden we het waarnemen. bij wijze van mm -hmm. spreken. Um, maar dat er dus. je zou je voor kunnen stellen. dat er ook andere vormen van bewustzijn bestaan die niet of gedeeltelijk uh, um, leven in die dimensies zoals wij ze ervaren. Mm -hmm. En een heel simpel voorbeeld: een hond, bijvoorbeeld. Een hond kan duizend keer gevoelig of duizend keer beter ruiken. Hun neus is duizend keer gevoeliger dan die van de mens. Dat je zou kunnen zeggen van hun ervaring van um, uh, van een dimensie van die dimensie waarin geur uh, zit. Is veel nauwkeuriger dan die van ons. Leeft die dan misschien gedeeltelijk in een andere dimensie, of in iets anders. Of misschien zijn er wel bewustzijnsvormen die naast ons leven, maar niet in deze drie dimensies, maar in andere dimensies. Mm -hmm. En dat, dat kan allemaal binnen dat kwantumfysische idee van uh, uh, ruimte en tijd bestaan niet. Mm. En dat, 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 dat vond ik echt. Ik weet niet, ik vond het heel tof. En mm. als je daar eenmaal. Weet je, je, ik heb dat boek gelezen. Ik heb een paar podcasts van Donald Hofman geluisterd. Ik had er zoiets van: fuck, ik vind het vet. En um, de hele tijd, eigenlijk gedurende de rest van het jaar, want ik denk dat ik het van de zomer ergens uh, uh, dat, dat ontdekt heb. Gedurende de rest van het jaar had ik de hele tijd zoiets van: ja, dit, dit. Je, je wordt de hele tijd weer van: oh ja, binnen dat perspectief, hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? Weet je, en ja, weet je, ook sterfelijkheid en, en wat is leven weet je dat vanuit dat perspectief heel mm -hmm. interessant mm -hmm. maar ook gewoon cultuur uh, sociale dingen cultuur dingen uh, godsdienst bijvoorbeeld heel interessant vanuit dat perspectief weet je dat uh, ja, ik vond het heel leuk. maar wat is daar dan de wat is het perspectief van hem op godsdienst dan hij heeft het niet over godsdienst maar um, veel dingen uh, veel metafysische uh, um, concepten, Vers, ja concepten of verschijning, verklaring, of weet ik veel, zijn natuurlijk vanuit een heel ander licht te bezien als je het vanuit een soort kwantumfysische theorie van de case against reality gaat bekijken. Hmm. En dat, um, uh, um, ja, dat er zit een, een bepaalde ongemakkelijkheid in onze uh, natuurkunde, namelijk dat Um, bijvoorbeeld die dat we in de simulatietheorie uh, mm -hmm. leven, dat is ook zo zoiets eigenlijk. Um, daarin zit creationisme, daarin zit het idee van: oké, okay, die simulatie is wel door iemand gecreëerd, mm -hmm. maar als deze realiteit door ons gecreëerd is, door ons bewustzijn is gecreë gecreëerd, dan hebben wij dat dus gedaan. Mm -hmm. weet je? Dus wij zijn eigenlijk, we zijn in die zin uh, um, uh, uh, gecreëerd om God zichzelf te laten ervaren. Um, of doen dat door onze creatie. Weet je? Dat we kunnen zijn doen. zelf voor, voor de Clown World uh, ja. Bullshit Show, uh, ja. omdat we ons veel uh, ergens anders. Ja, precies <laughs> dat. Fascinerend. Jij ja. zei vorige keer al dat, dat, dat Donner Hoffman, ik heb, daar, ik heb daar nog te weinig van uh, bekeken. Misschien... Ik vond hem mijn grootste ontdekking 20. afgelopen jaar. Mm. Ik vond het mm. echt heel tof. En het is geen, uh, geen zweverig uh, verhaal. Hij heeft, hij zijn, ja, vanuit een natuurkundig perspectief heeft hij het boek geschreven. Mm. Ik vond het gewoon. Fucking goed. Hmm. Ik, ga, ik ga er toch in duiken. 2023. 2023, dat moet gebeuren, 2020. inderdaad. Laten we het eventjes gaan hebben over um, dingen die het beste waren afgelopen jaar. Daar uh, zijn we eigenlijk al gewoon mee begonnen. Maar uh, de beste podcast afgelopen. Wat is jouw beste podcast? En mag Vivo Valentine eventjes niet, natuurlijk. <laughs> maar ik begrijp dat Vivo Valentine natuurlijk de prijs voor beste podcast. Die wint de Vivo Valentine-prijs natuurlijk ook dit jaar weer, maar sowieso. Um... Heb je niet zo'n Spotify-overzichtje van de meest geluisterde podcast of je podcast? -app? Nee, weet niet wat de grap is? Misschien moet ik nog gewoon even bekennen. Ik ben echt een... Ik ken podcast door via voor valentine Ik oh, ja? ben echt zo'n slechte podcast. Luister, Ook mijn vriendin, als ze iets doorstuurt, dan wordt ze altijd boos. Want ik haak na een half uur meestal alweer af. Waarom? Dan... Ik weet het niet. Het zit niet in mijn systeem. Ik ben echt een oldschool. Ik ben van het lezen. Ik lees Zero Hedge helemaal kapot. En, en, en... Oh ja? Ik ben echt... Ja, ik lees heel veel. Of, of al die... Al de... Uh, zeg maar, de Atlas Network Instituut. Uh, en ik ben heel erg van het lezen. En ik video of audio, ik krijg het niet in mijn systeem. Wat grappig. Ja. Kijk, video denk ik van, ja, omdat dat hebben we allemaal aangeleerd als je tv kijkt of zo. Weet je, op onze generatie in ieder geval. Mm -hmm. Maar, maar uh, ik heb ook podcast luisteren echt moeten leren ja. gewoon. Ook omdat, het is een beetje zoals social media. Als je er niet op zit, weet je niet wat je mist mm -hmm. en als je eenmaal erop zit, dan zie je bij je kan ook dit checken, je kan ook die volgen, je kan ook weet je en dan zit je, word je er je steeds meer ingezogen. Mm -hmm. Maar als je dat niet doet, dan is het lastig om ermee te beginnen. Ja. En dat uh, dat zie ik ook wel. Inderdaad. Dat 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 heb ik heel echt. Dus ik zit ja op, weet je, op YouTube dan dan John Campbell weet je, dat is niet echt een podcast of weet je Peak Prosperity dat soort. Dat vind ik wel me. een podcast. Hoor. Ja. Ja. ja nou, dat dat dat, uh, dat zijn de eerste dingen die m, die bij me naar boven komen. Um, uh, het is ook een grappig want ik denk dat die guy van Peak Prosperity, dus ook zeg maar de, de Atlas Denktanks die ik ken, gebruikt voor zijn input, voor zijn. Uh, 100% ook... hij is een libertariër. Ja. ja. Maar hij komt ook, hij is eigenlijk een uh, econoom ook. Of tenminste, hij is een economisch commentaar. Zo'n goud guy. Weet je, Helemaal vroeg van die goud content. Mm, ja, dus die, dus die. En helemaal natuurlijk ook met, met corona vond ik interessant. Uh, um, um, en dan, oh ja, als ik dus een podcast luister, dan is het toch, toch nog of als het gebeurt is het Joe Rogan denk ik. Dan oh ja. omheen. Ja. Grappig want daar ben ik echt. Uh, daar luister ik vroeger veel naar ja. en nu alleen maar als iemand zegt van check even deze aflevering die is goed. Ja precies. Want ik kan, het is gewoon fucking drie uur iedere ja. keer, weet je. En ik vind het niet zo leuk om eraan te beginnen als ik weet dat ik het niet ga afluisteren. Nee precies. En ik vind, ja vroeger luisterde ik misschien wel bijna alles van hem. Dat is een tijd geleden dat, dat deed en dan ik, ik kan dat echt niet meer. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk als er een goede gast is. Ik vind het interessant dat hij, inderdaad, dat hij dat drie uur lang doet. Want ik heb het idee dat heel veel mensen hebben wat jij hebt. Dat heb ik namelijk ook. Ik denk van, oh, doet het zo lang, dan ga ik er niet aan beginnen. Want ik wil, iets, ik wil het afmaken of zo. Het zit ja. in je hoofd. Maar, dat, maar blijkbaar werkt het wel. Want het is wel nog steeds. De grootste podcast. Het grootste mediakanaal ter wereld. Podcast, ter wereld ter, zoals precies. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat mensen... Ik, ik denk als je zijn cijfers zou zien, dan weet ik zeker dat er maar een klein percentage is die echt 100% afluistert. Hmm. Ik, denk, hmm. ik denk veel nee, dat, minder dan de helft. Dat, dat, dat geloof ik ook al, maar toch wel grappig dat dat dan. Waarom dan wel drie uur opnemen? Nou, oh, niet, maar je zit er toch. Nou, omdat ik dus denk dat veel mensen dat uh, idee hebben. <laughs> wat jij hebt, toch. Uh, dat idee hebben wat jij hebt van. Ik ga dan niet kijken. Dus zou zijn, bereik niet groter zijn als het maar anderhalf uur zou duren? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het voor bereik niet zoveel uitmaakt. Maar ik denk toch gewoon dat het voor engagement uitmaakt. Maar uh, het ding is van, als er 10 miljoen mensen het begin kijken van je podcast en 3 miljoen mensen kijken hem uit, dan is het toch nog steeds de moeite waard om hem helemaal op te nemen. Want het is juist de diepgang die je zoekt in die gesprekken, of die je kunt aanbieden in die gesprekken, of die je als, als interviewer zoekt. Mm -hmm. Dat is de meerwaarde. Dat is waarom het zo goed is. Ja, ja ik vraag me dus af, als hij korter opneemt, begin je dan niet met. 15 of 20 miljoen en eindig je dan met 5 of 6 miljoen. Zeg maar. Dat maar dat idee heb ik. Weet je wat het, het wat ik zo knap vind aan wat hij doet? Um, hij en ik, ik worstel zelf heel erg met, met gasten bijvoorbeeld. Weet je wat ik moeilijk vind bij gasten? Is dat je moet elkaar leren kennen en niet op een van hey hallo ik ben Boris hoe heet jij en niet dat zo leren kennen. Mm -hmm. Maar je moet je moet voelen waar het gesprek heen gaat. Mm. En ik bedoel ik heb bij wijze van spreken, als ik een gast heb, dan heb ik een idee waar het gesprek heen moet gaan. Maar als die gast niet voelt dat het gesprek die kant op moet gaan, hmm. of ik kan niet inspelen op waar het gesprek dan heen gaat, dat, dat wordt kut. Dat wordt in beide gevallen kut. Ja. Dus je, of je stuurt het, of je moet het volgen. Ja. Nou, het, dan heb je een ding met Amerikanen, ik weet niet wat het is, maar Amerikanen zijn van het. Media mensen. Hmm. Ik heb het vaker gezien. Ook dat wij, als wij, weet ik veel, dan gingen we naar uh, Amerika, heel veel geweest, gingen we daar voor Game Kings iets opnemen. Dan loop je de 7-Eleven binnen. Dan kan je de eerste beste lulde kan je het microfoon op zijn neus duwen. En die komt met een fantastisch verhaal. Dan moet je in Nederland een keer proberen. Weet je? Mensen slaan <laughs> dicht, mensen willen niks zeggen, mensen zijn verlegen. Is gewoon ontzettend moeilijk. Dus Amerikanen zijn al veel media genieker. Mm. Maar in Nederland is dat probleem nog erger. Dus hij heeft veel gasten die al vanzelf, dat mm. zie je ook vaak. Hè? Dan gaan zitten, en zeggen ze. Hé, hé, nou, daar zitten we dan, spreken. doet die soort algemene opening. En iemand begint gewoon. Ja, man, tof dat je me uitkwam. Want ik wilde eigenlijk al vertellen: want ik heb een nieuw boek. Ja, en ik precies. waar dit en dat. Ja. En ik ben gaan trainen. Uh. En dan, dan heb je zoiets van: oh, je hoeft niks meer te doen. Die gast vertelt zijn eigen, is een show aan het opvoeren. Ja, ja. En daarom houdt hij, dat weet ik zeker, daarom houdt hij zo van: ik stand-up comedians interviewen. Want dat zijn mensen mm. die gewend zijn om een show te geven. Dus dat is heel makkelijk voor hem. Mm -hmm. Maar die: um, ik vind dat zelf doodvermoeiend. Als je eerst een soort van een half uur. Bezig bent om elkaar soort van op hetzelfde niveau te krijgen. Mm -hmm. Weet je, en dat is. Ik, zei, ik heb bijvoorbeeld jouw podcast met, uh, met jouw hypnotherapeut uh, uh, gekeken. Mm -hmm. Daarin zie je dat jullie elkaar kennen. Mm. En dat je al uh, met elkaar gesproken hebt, dat je eigenlijk op dezelfde golflengte zit, dat je weet van elkaar waar het verhaal heen gaat gaan, in ieder geval waar je over gaat praten. Dat scheelt al heel veel. Maar. Als iemand in het vliegtuig stapt en die komt naar je studio toe en die zit daar opeens en dan moet je nog beginnen. Nou, ik vind het doodvermoeiend. Weet je, dus <laughs> ja. ik deed dat vroeger, dat soort podcasts. Ben echt mee gestopt omdat ik helemaal gek werd ervan. En dat is, dit vind ik veel leuker. Ja. Weet je? Al onze podcasts zijn eigenlijk een soort voortzetting, voortzetting. van de week ja. daarvoor. Mm -hmm. Dus dat is, ja, wij hoeven niet meer. Een half uur te ik. Nou, Robert, wat, wat vind jij dan? Weet je, hoe gaan we dan dit aftasten? Dat hoeft niet meer, want dat hebben we al, weet ik veel, in de eerste vijf afleveringen al helemaal afgekaart. Weet je, mm -hmm. dat weten we al. En dat, uh, uh, ik vind, ik vind podcast-tof waarin je niet de hele tijd. Zoals die Lex Friedman-shit, man. Ik word, er gewoon, ik word er gewoon niet goed van. Weet mm. je? Terwijl het is ontzettend goed. En ook de Donald Hoffman-aflevering van Lex Friedman is heel goed. Maar, maar, maar wat wil je dan daar shit aan? Omdat hij dus niet die. Um, nou, ik kan natuurlijkheid. Ja, ik kan het niet aanhoren. En het ding is, ik kan het alleen kan ik er doorheen... als ik weet dat ik het verhaal van die gast wil horen. Dus op het moment dat Donald Hoffman te gast is bij Lex Friedman, dan ga ik, dan ga ik de ongemakkelijkheid doorheen en dan hmm. ga ik het gewoon beluisteren. Uh, maar als daar gewoon iemand zit die ik niet ken, ja, dan, dan. En dan mis ik ook veel goede content, snap ik. Maar dan kan ik gewoon niet dealen met die, met die zoektocht. Hmm. En dat. Um, ja. ja, precies. Ja. En wat is dan, wat is jouw favoriete? Als het niet Joe Rogan is. Mijn favoriete podcast is uh, uh, echt by far no agenda. Dat is ah. gewoon een soort van. Dat is mijn voorbeeld. Ik vind wat Adam Curry doet met John C. De Vorak. Het is een libertarische podcast. Um, uh, ze bestaan al denk ik twaalf, dertien jaar. Ik weet ook dat er in Nederland een grote following is. Ook omdat Adam Curry natuurlijk uh, half Nederlands is. Mm -hmm. um, maar ik vind hun heel erg goed onderbouwd. Je ziet dat er, er zijn ontzettend veel luisteraars. En die komen allemaal met. Met inside info binnen de onderwerpen waar zij verstand van hebben. Dus dan zit er een specialist op het gebied van energie. En die komt met een heel verhaal over waarom in Texas het, het, het energiegrid eruit vloog, bijvoorbeeld. Zij zijn heel goed daarin. Dus ik vind, ik vind No Agenda gewoon heel erg tof. En ik vind, hun, ik vind hun dynamiek tof. Weet je, zij zijn gewoon twee twee gasten die al heel lang met elkaar praten en daardoor wordt het op een gegeven moment heel to the point van ze weten al precies over welke punten ze discussie gaan voeren dus die zoeken ze op mm. en dat is leuk en um, ja ik vind ook de, de kritisch weet je ik bedoel Adam Curry is ook gewoon een wappie, weet je dus dat is gewoon <laughs> een, weet je dat, dat is tof dus, een van de Austin awesome wappies uh, zoals, ja, zoals ja nu Joe wel ja. ja ik vind het, hun uh, zijn heel belangrijk geweest in corona denk ik voor veel mensen om uh, um, ja gewoon uh, zeen te blijven. Ik denk dat wij misschien die rol ook ver, vertolkt hebben, maar um, ja, ik vind ik vind no agenda uh, daar ook echt ontzettend belangrijk en wat een toppers ...zijn dat. Mm. Ja, ik zag net toen ik toen ik uh, soort van de, de year in review eventjes uh, uh, op ons kanaal wilde, wilde checken. Dus ik was aan het scrollen naar wat ze, waar begonnen we nou mee, wat van afleveringen en uh, wat kwam er nog voorbij? Toen... Klikte ik ook op een oude corona-aflevering waarbij iemand precies zei wat je net zei. Naad, van oh, dat we ja? ze blij zijn met de podcast, omdat het optimisme erin houden. In de tijd ja. was, was toen nog in de lockdown-tijd. En dat alles natuurlijk, ja, je wist niet wanneer het klaar was. Wanneer we weer, weer samen mochten komen. En dingen mochten doen. Uh, dat, nou goed, ik, toevallig was dat, was, klikte ik op een van de afleveringen. Toen zag ik dat ook wat jij zei over wat mensen bij No Agenda hadden. Nou, ik, hebben. Ik, ik heb ook nog iets anders opgeven. Ik vind... Ik vind bij Noah Jenner Max over een grap van. Er wordt om gelachen. Mm -hmm. En ik realiseerde me op een gegeven moment, toen wij begonnen in <laughs> die, die uh, coronatoestand, toen waren we vrij... Het was vrij donker allemaal, weet ja. je, vrij pessimistisch. En um, ik realiseerde me... Ik begon me op een gegeven moment te realiseren, toen ik ook wat meer mensen uit de community ontmoet had... en met, met mensen aan, aan in gesprek raakte. En ik realiseerde me steeds meer dat ik aan het praten was met mensen die in paniek waren. En die het echt niet zagen zitten. En echt daar heel erg met hun ziel uh, onder hun arm liepen. En ik snap dat je dan iets. Dan vind je iets in Vivo Velder. Dat begrijp ik, want we delen dat met z'n allen. Mm -hmm. uh, maar ik realiseerde me ook van die paniek. werd in veel gevallen door angst gedreven. En wij waren aan het uh, soort van. Um, uh, aan het benadrukken hoe. Stupid het was om bang te zijn voor corona, mm -hmm. om vervolgens een soort angst voor de overheid te kweken. Mm -hmm. En ik zag dat en ik had iets van, shit, weet je, daar schieten we ons doel voorbij. Mm -hmm. wij, wij moeten niet angst voor de overheid uh, cultiveren. We moeten um, uh, cultiveren dat mensen niet bang hoeven te zijn voor de overheid, omdat de overheid niet zo belangrijk is. Mm -hmm. En dat kan met humor veel beter dan dat je uh, gaat, gaat roepen van... nee, maar dit... Uh, Hugo de Jonge, dat is een kwaadaardig persoon. Weet je? En je ziet mm heel -hmm. vaak soort van... dan gebeurt er ergens iets. Hier word ik heel bang van. Oh, dit is beangstigend. weet je Nee, het is gewoon... Het is om te lachen, weet je. Het is, het is, het is namelijk echt clownworld. Een clown doet een showtje zodat je gaat lachen erom. En dat is wat deze gasten aan het doen zijn. Mm -hmm. en, dat, en ik realiseer me gewoon van... we schieten ons doel voorbij... door die angst voor de overheid te cultiveren. Mm -hmm. Dat hoeft niet. Je hoeft niet bang te zijn voor de overheid. Nee, je moet gewoon zien wat het is. Het is gewoon een groep mensen... die heel graag willen dat jij iets doet. Maar ze mogen het niet direct zeggen. Het is een soort spel wat je speelt met elkaar, weet je. En dat, mm -hmm. dat vond ik gewoon... Um, ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik zoiets had van, ja, ik, we moeten meer humor. Uh, uh, we moeten er meer om lachen dan dat het serieus moet Ja, worden. zeker. Ik, ik denk ook dat, uh, ik las vorige week de, um, dat onderzoek... dat het vertrouwen in het nieuws um, oh, ja. nog steeds... steeds het, we hebben het er vaak over, de, de afbokkelende vertrouwen in, uh, in de instituties... en media is daar een hele groot in. In het nieuws dus. Nou goed, ik ga even vanuit dat ze daarmee... de mainstream uh, media en journalistiek mee bedoelen. Dat dat... Mensen geloven en vertrouwen het niet meer. En ik denk eigenlijk ook dat dat de voornaamste taak is die wij hebben. Is dat we dat heel erg gaan cultiveren in 2023. Van uh, um, ga vooral weer voor jezelf nadenken. En, en, en dat het is allemaal gewoon te belachelijk voor woorden. En dat klopt. En dat mensen daar steun in vinden. En dat... Dat, dat die groep die dat denkt, dus ook steeds groter wordt en ja. uiteindelijk, als we het niet meer serieus nemen, dan, dan kunnen we het ook gewoon wegschuiven. En ik, ja, ik, ik uh... en ik weet ook zeker dat dat de oplossing is, ja, precies. Weet je, ik bedoel, het, het niet meedoen met die onzin. Kijk, het vervelend: je kunt niet, niet meedoen met het betalen van je energierekening of zoiets. Weet je, uh, je kunt niet, niet meedoen met uh, uh, niet op vakantie gaan omdat je niet geprikt bent of zoiets. weet je. dat is gewoon heel lastig, maar. Ik denk wel dat je uh, niet mee kunt doen in het belangrijk vinden van die shit. Kijk, als jij je druk moet maken over elke eikel die er op de wereld rondloopt, dan word je ja, helemaal precies. gek. Weet ja. Je negeert die mensen, want ze voegen niks toe aan je leven. Mm -hmm. En dat is precies hoe je hiermee om moet gaan. Mm -hmm. ja, 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 dat, dat, dat was. Uh... Een beetje idee van waarom ik Dave wilde uitnodigen. Omdat, het, omdat je, je moet ergens achter gaan vallen. Je moet de, de, hele, de hele circus als voorbij komt, de hele stroom aan alles, aan realiteit, realiteit, moet je aan je voorbij kunnen laten gaan. En dan inderdaad terugvallen in de waarnemer, je bewustzijn. Want dat is hetgene wat uh, ja. van belang is. En niet, en niet de show die hier elke dag weer wordt opgevoerd. Precies, inderdaad. Ja. Wij zijn energiewezens. Ja. Daarom. Ik bedoel, we hebben de clownshow ge gecreëerd ja, om ervan... Geniet er dan ook van. Daarom. Je gaat toch ook <laughs> niet naar, uh, weet ik veel, een of andere uh, tv-serie kijken en dan zeggen van, oh, maar dit is te eng. Ja. Ik, <laughs> eng. Ik, ik zet het niet uit. Nee, het is te eng. En dat is raar. weet je. Precies. Dat, uh, ja, nee, dat is raar. We hebben dit zelf ook gecreëerd, jongens. Dat is fantastisch. Um, wie vond je de beste politicus afgelopen jaar? Um, internationaal of nationaal? Nee, ik denk nationaal. Nationaal. <coughs> Internationaal mag ook wel eigenlijk. Ik zit even te kijken. Um, er zijn een aantal namen die door mijn hoofd heen schieten. We heb het al vaak over omzicht gehad. Dat is natuurlijk gewoon een goede oppositie. Uh, hij eigenlijk. doet wel zijn onderzoek. Dat, doet, dat is goed. Ja, dat is, dat is, dat is uh, doet hij heel gedegen. Ik ook toch. Thierry Baudet komt ook naar boven. Omdat Vind je hem die... een goede politicus? Ja, misschien omdat het, omdat het geen politicus is. En dat is zeg maar, een beetje hetzelfde uh, idee wat we net schetsen over wat wij hier doen. Met media, doet hij misschien wel in de politiek met van het is allemaal ongein en ik, ik, ik geloof het niet meer. En één uh, ja. grote poppenkast. Uh, en dat dat maar vervolgens besluit u wel om als dat doek open gaat het podium op, op te lopen op en dan op de fietsen stappen en een rondje te fietsen. Ja, maar om wat, wat voor manier? Ja, maar dat is het lastige, weet je. Als je, de, je bent er onderdeel van of niet. Je kunt ja. niet zeggen van ik ben er onderdeel van, maar ik neem het niet serieus. Dat is gewoon dat is raar. Dan neem je jezelf niet serieus. Ja. En wat kan? Dat kan een boodschap zijn. Maar ja. dus ja, ik, dat maakt het dubbel. En het is lastig omdat het is ook jammer, want de potentie die FVD had. Uh, heeft hij denk ik ook zelf wel uh, uh, de nek omgedraaid? En dan vraag ik me af: ja, is dat dan erg? Want dan was, het, dan was FVD gewoon ja, 21 geworden. En dan bereikt misschien alsnog niks. Dus misschien moet je na uh, zoals Guillaume van Meijer het zegt, een ideologische uh, oppositiepartij zijn. En geen water bij, nooit water bij de wijn doen. En dat, ja. dat kan ik me heel goed in uh, vinden. De Partij voor de Dieren is ook zo'n zo getuigenispartij. En dat zijn zij nu misschien ook. En dat is misschien sterker dan. Um, maar meebewegen met het overton window, zodat je zeg maar kan, kan regeren op een gegeven moment. Dus ja. Misschien moest het ook wel al klappen als je ideologisch zuiver wilde blijven. Precies. Dus die, ik denk dat die. Um, ja, dat, 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 dat zou mijn nominatie zijn voor politi Politicus van het jaar. Ja, en dan Thierry Baudet boven bijvoorbeeld Gideon van Meijeren? Um, nou, goeie. Misschien is Gideon nog wel sterker, ja ja want ik vind namelijk uh, Gideon nog onderlegder mm -hmm. en het is niet dat ik Cherry niet onderlegd vind want dat is hij wel degelijk maar hij is ook die guy die gaat zeggen dat hij in lizard people gelooft als hij dan bij die Geopolitics en empire mm -hmm. podcast te gast is en dat um, ik bedoel ik vind dat wel leuk ik vind dat leuk maar ik snap dat mensen zoiets hebben van wat doe je nou mm -hmm. ik bedoel wat heeft dit nou weer voor zin en, dat, en ik zie Gideon is niet iemand die zo, die vaak. Die zal zoiets wat minder doen. Die zich iets meer bewust. Van de potentie van zijn rol. Weet je, die heeft ook iets beter voor ogen waar hij heen wil. Ik heb dat probleem bij Thierry heel erg, dat ik het idee heb dat hij niet weet waar hij heen wil. Mm. Hij vindt het al lang best. Yeah, weet je, zoiets. Dat denk en ook, en ja. dat, dat, dat vind ik gewoon, dat, ja, ik weet niet. Dat, dat heb ik, hetzelfde heb ik dat bij Geert Wilders. Dat ik echt zoiets heb van, ja, en ik, ik zou daar niet op stemmen. Ik ben geen fan van Geert Wilders per se. Maar ik heb wel zoiets van, die man heeft meer in zijn mars dan die eeuwige oppositierol en het geklagen over Marokkanen. Weet je, ik bedoel, mm -hmm. ik weet zeker dat hij meer kan dan dat. Mm -hmm. Maar hij doet het gewoon niet. Ik heb het gewoon gezien in weet je het gewoon zoiets van nou, dit is goed genoeg nee precies yeah. ja het is lastig want bij je van Meijer heb je dan als je hij doet het goed hij doet het goed in het in de in de in de clownshow en dat waar, waar we tegen zijn en, en, en Baudet is meer bezig met het uh, neerzetten van de idioterie en dat doet me denken aan ik ben even zijn naam er is zo'n libertarian candidate voor president echt al Sinds, sinds jaren en die draagt een laars op zijn hoofd. <laughs> Ken je die? Nee, je hebben Nee. Ik heb wel eens gezien, het. inderdaad, ja, volgens mij. Ja. Je hebt, uh, oh, uh, Vermin Supreme, dan weet ik het weer. Ah, okay. Vermin Supreme. En dat is dus eigenlijk moet ik het hier ook doen, want hij, en je hebt ook zo'n guy, zo guy met zo'n hele aparte. Uh, Baard en die zegt: De rents are too damn high. Zeg maar dat is de enige. Dat is, dat is zijn <laughs> stokpaardje. Over, en dat is trouwens ook. Surmisschien heeft hij ook een stokpaardje waar hij dan zeg maar, op paradeert. En het enige wat hij wil doen is aantonen wat voor een rare clownshow die politiek in Amerika is. Dus hij, ja. doet, hij, doet, hij, doet, hij wil meedoen. Hij wil zeg maar, genomineerd worden. Hij wil de, 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 de kandidaat zijn voor de Libertarian Party in, in de VS. Dat is nog nooit gelukt. Mm -hmm. Maar om uiteindelijk gewoon zeg maar, met zijn laars op zijn hoofd daar te kunnen naast die serieuze kandidaten kunnen staan van... jongens, wat zijn we nu hier dat aan het doen? Dat is alleen al hilarisch natuurlijk. Ja, ja dat, is, dus, dat, is dat is misschien een beetje wat Baudet ook aan het doen is. Zeg maar, hij wil de, de idioterie van de politiek kenbaar maken. Maar goed, ik, ja, ik snap... Maar ik vind dat Gideon dat dat beter doet. En niet... Kijk, ze, ze hebben allebei geen gevoel voor humor. Ik vind ze allemaal veel te serieus. Dat mm. vind ik echt grote makken van Forum. Mm. Veel te serieus. Um, maar Gideon is van... Gideon is grappig. Is onbedoeld heel grappig. Dus hij heeft die... Uh, Weet je nog, dat Rat ontmaskert of zo. Ja. Dan staat hij met het piepstemmetje. We staan hier nu bij de NPO en ik ga Rat ontmaskeren. Dat is gewoon. Het is fucking grappig en dat iedereen eroverheen valt. Het is gewoon leuk. Weet je. Bedoel, dat is gewoon. Hij trapt echt tegen de establishment. En ja, hij is grappig. Hij is onbedoeld grappig. Dat, 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 dat waardeer ik heel erg. Maar, ja toch ook die, die afgelopen jaren ook die rare documentaire die was dan Gideon heette dat ja. die ging over hem en dan had ik zie hem over en en hem alleen dacht dat het ging over ja het ging eerst over hem en toen ging het over prikken en toen of ja de, over die GGD uh, ja die GGD ja. voor kinderen dat ja. ze kinderen vaccineerden, ja ja en dat, dat dan heb ik zoiets van ja dat is um, ik weet niet wat wil je nou wil je een documentaire over G Gideon of wil je uh, ja. die misstanden in de bij de GGD aan, ja. aan de kaak stellen dus um, ik denk dat het goed is om een keuze te maken maar ja, weet je, dat, dat vind ik bij vorm ook. Ze zijn wel echt van de hak op de tak aan het ja. springen. Weet je, doe maar wat. Maar. Maar, maar zou Gideon dan jouw keuze voor politicus van het jaar zijn? Of? Ja, ik denk het wel. Maar met name vanwege die Rad ontmaskerd omdat ik dat zo briljant vond. Ja, het was echt grappig. Dat, uh, <laughs> en ik vind gewoon, er is veel en veel te weinig humor in de Tweede Kamer. Ja. Het is echt serieus. Er is, er is gewoon geen humor. En dat... Ja, ik mis dat, weet je. Waarom is er niemand grappig daar? Nee, omdat dat is het, het politieke keurslijf waar je in, in gaat zitten, in moet zitten. Want je moet serieus zijn, anders kan je geen stemmen krijgen. Dus ga je echt terminaal serieus doen. En dat is ik moet nu denken aan dat ik een hele tijd geleden met Tom Staal van Geen Stijl mm -hmm. ging zitten, omdat we gingen een beetje praten over zeg maar de media-effort van de LP. En toen ja. En toen had ik het opperd, ik dus bij hem inderdaad van ja, maar ik ben, weet je, volgens mij, dat, we nemen het allemaal te serieus. Weet je moet het minder serieus nemen, we moeten het op de hak gaan nemen. En toen zei hij van nee, je moet niet lollig gaan zitten doen, zeg maar. Dat moet je echt niet gaan doen. Maar dat is iets heel anders. Je kunt uh, grappig zijn en je kunt lollig doen. Dat zijn twee. Lollig doen is altijd irritant. Ja, precies. Maar hij bedoelde, hij bedoelde, zeg maar, dus je moet het serieus houden, wil je serieus kans maken. Als partij om gekozen te worden. Nee, dat ben ik niet meer. Ben juist. Ik ook, nee, ik ook niet. Maar dat, 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 uh, nee, wat ik, ik vind uh, uh, een goed voorbeeld vind ik de uh, aanvaring tussen Wilders en Sofie Hermans. Waarbij Wilders zei: je bent de tassendrager van Rutte. En dat Sofie Hermans moest huilen. De manier <laughs> Ja, maar het ook een mooi moment van 2022. Het was een mooi moment, maar het was wel uh, veel te hard. Laat ik het zo zeggen. Het was, het was gemeen. Uh, dit, ja, oké. Okay. En ja, het het, je hoeft niet gemeen te zijn. Je hoeft niet een asshole te zijn. Nee, Sophie, Sophie Hermans is niet een heel begenadigd spreker. Is niet iemand die onaantastbaar is. Sterker nog, het is een heel makkelijk slachtoffer. Mm. Werd al snel duidelijk. Mm -hmm. um, dat had met een grapje. Afgedaan kunnen worden, weet je, en dan had hij dezelfde zijnzelfde punt gemaakt, was waarschijnlijk net zo hard aangekomen, maar had was ze niet gaan huilen, want dat was mm. gewoon zielig weet mm. je? en dat. Uh, uh, en ik vind ook die verharding in die tweede, daardoor krijg je ook die, weet je, die ijzeren bek van Sigrid Kaag en die humorloosheid. <laughs> van van uh, uh, hoe heet die um, uh, Rob Jetten? Of, ik bedoel, Rob Jetten is toch gewoon, het is toch gewoon een guy, daar wil je van ellende nog niet een blikje bier mee drinken, weet je? Wat is dat nou ja, voor, een, voor een saaie gast, weet je? Dat is gewoon die... <laughs> ik weet niet, wordt op niemand zijn verjaardag uitgenodigd. is gewoon echt een heel vervelend guy. En het... Weet je, ik had ergens nog zoiets met... Um, hoe heet ook alweer die guy van GroenLinks? Ik vergeet steeds zijn naam. Je hebt het niet over luisterkker. Uh, oh, uh, Jesse Klaver. Jesse Klaver met zijn gele trainingspak. Kan je die foto <laughs> ja. nog herinneren ja. dat hij ergens een zijn met het gele trein dat ik zoiets had van dat is iets waar je een grap over maakt. Weet je, als je je laat fotograferen in, de, in die domme shit, dat is prima, maar zorg trekken ding dan aan de volgende keer dat je naar de kamer gaat. Mm. Zorg dat er een follow-up is. Weet je, kop hem in. Je geeft zelf de voorzet, kop hem in. Doe er iets mee, niks stilte. Weet je? Alleen maar zegt hij, oké, ik had de trainingspak aangetrokken, weet je? Dat is gewoon super awkward en ik ga er niet meer op in. <laughs> ja, <super laughs> awkward, ja, heel awkward. Ja. <laughs> dan moet ik denken aan die, uh, dat is niet van 2022, maar um, balken de die dan zeg maar hip wordt te doen en op een skateboard stapt en dan <laughs> echt ziek er gaat op de rijt Maar ook echt ziek hard overrijden alsof ja. alsof er niets gebeurt, dan uh, zo, woep, woep. Dan maak je toch een grap van, man. Ja. Ja, nee, dat vind ik echt... Uh, uh, dat was echt bizar. Goed, zullen we even vooruitkijken naar uh, 2023? Um, wat, um, wat denk je... Hoe ziet, uh, hoe ziet over een jaar van... Hoe ziet de peiling eruit? Mm, even kijken. Dan zitten we dus in eind 2023 nog steeds... Anderhalf jaar voor tweede kamerverkiezingen. Dan... Laat ik het zo zeggen: denk je dat Rutte uh, de hele termijn, dit kabinet Rutte, de hele termijn gaat volmaken? Ja, ik denk het wel, ik heb nog vaak gedacht dat het niet. Dat hele gerucht dat hij zeg maar, vertrekt naar Europa, wat vast een keer gaat gebeuren. Um, um, maar ik denk nog, ja, ik weet niet, ik denk dat hij, um, ik denk dat hij afzwaait misschien wel echt over een jaar ergens. Zeg maar. Aankomend schokt... jaar. Ja, misschien net aankomend jaar of begin 2024. Ja. Uh, na aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Het hangen we heel erg van de peiling af. Maar die hij is natuurlijk nu aan het zakken. Nog steeds wat te groot, maar niet de allergrootste. Mm -hmm. de, de glans is er wel van af. En wellicht is dat een manier om helaas de VVD alsnog weer de grootste te krijgen. Als hij dan, uh, als hij dan exit gaat, uh, wie zou dan zijn scepter overnemen? Ja, er is, maar dat is waarom. En daarom is het heel twijfelachtig dat hij het gaat doen. Want er is Sophie Hermans, is de lijsttrekker het gaat toch never, nooit, niet. Sofie Hermans nee. gaat niet de ja, maar VVD dat... naar grote hoogte brengen. Precies, en het was, het was uh, um, Dijkhoff die hem moest opvolgen. En, ja, en die denk soort... ik denk ook het karakter daarvoor had... en de persoonlijkheid en de spreekvaardigheid. Maar als je ziet wie er na Rutte um, ja. op nummer twee... en dat waren, dat waren vier vrouwen, Sofie Hermans was de eerste... en zij is dus ook nu de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Ja, dat, dat is dan... Volgens de VVD het talent van VVD. En daarom krijg je die positie. Ja. Dus er is geen talent binnen VVD die Rutte op kan volgen. Nee, dus een... met zijn allemaal weg. Ja. En dat is ook weer wel mooi, want het is een soort van politieke marktwerking. Want Rutte de hele tijd de, de communistische alleenheerschappij had en alles naar zijn wens is, is Iedereen met een eigen woord en talent is weggegaan. Er zijn andere partijen gestart uh, en weet je namelijk krijg je natuurlijk je, je had het gehad, Is er heel lang gaan. Want Wilders komt bij VVD gedaan ja. en. Uh, natuurlijk, hoe heet hij van BVNL. En er zijn heel veel mensen, uh, volgens mij ook die gast van Ja in de Twintig. Eerdmans? Ook, Eerdmans van mij, is ook, komt hij ook ooit eens bij. Heel veel mensen, er is, is zo'n... Um, zoveel mensen zijn vertrokken bij de VVD, omdat ze daar niet hun eigen uh, ideologie, zeg maar, konden verkondigen. Omdat je gewoon moest doen wat de Rutte-doctrine -do was. Die partij is ideologisch, zeg maar, leeggelopen. Ja, dus CDA komt hij van Ah, oké. Dus ja. dan... Um, en dat zien en CDA zelf natuurlijk met, 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 met omzichten Die wordt ook helemaal leeggetrokken. Dus, maar er is geen talent. Dus ik vraag me af. Um, dat is denk ik ook de reden dat hij zo lang aanblijft. Ja. En ik weet niet of ze vervangen is. En, en, en dat is nou goed, ik, ik denk dat hij dus nog het heel lang gaat proberen um, vol te houden. Maar denk dus... je niet juist vanwege dit probleem dat hij liever eerder dan laat? Kijk, ik, ik, ben, ik kan een zittende minister-president gewoon... Opstappen mm, ja. en ontslag nemen. Gewoon zeggen van oké, okay, stel mijn functie ter beschikbaar, doei. Ja, maar ik denk dat het kabinet dan, dan, gaat hij, dan dient, hij, dient hij het ontslag van zijn kabinet meteen in. Dat gaat hij voor zijn eigen Europese carrière en voor de toekomst worden van de VVD, gaat hij dat doen? Als, als hij weggaat, dan zou hij dat moeten doen, denk ik. Ja? Ja. ja. Wow. ja Want dat zie je, gaat, je gaat niet... niet zo snel gebeuren. Dat het kabinet opstapt als hij weggaat. Ja. Nee, precies. Nee. Maar dat is wel, want je gaat niet. Ja, maar wat als je dan voor gezondheidsredenen opstapt? Of zo? Als zij gewoon zegt van ah, luister, ik uh, heb een burn-out, kan allemaal niet meer en dan gaat hij, gaat hij weg. Ja, dat zou kunnen. En het, het kan. Zeg maar, bedoel, je kan ministers gewoon wisselen. Dat is, bedoel, daar, daar gaat de koning dan uh, ja. over. Dus dat, het zou kunnen, maar ja, ik weet niet of hij dat. Um, het is natuurlijk, hij is wel de, de voorman. Hij um, is, uh, heeft de meeste stemmen van de VVD gekregen. Hij heeft een, hij heeft een soort van. Fiat gekregen van de stemmers om dat te gaan doen. Ik denk, ik denk niet dat hij weggaat zonder dat, dat het kabinet meegaat. Ik denk dat uh, Sigrid Kaag gewoon minister-president wordt. Denk je? Ja, en dan is gelijk een vrouw op zijn plek. Dat, uh... Maar ik denk niet dat de VVD dat wil, want zij is niet van de VVD. Nee, dat snap ik. Maar wat kan het hij is de Rutte is de VVD. Hij, hij fietst dat gewoon in elkaar. Maar waarom zou hij dat willen? Nou, hij gaat. Uh, uh carrière maken en uh, Sigrid Kraag werkt vervolgens voor hem. Nee, precies. Hij wil gewoon weg inderdaad, maar ik denk dat hij gewoon weggaat en ik denk dat de, de overgebleven VVD'ers dan gaan vechten om maar de die, macht. Die, die doen er al niet meer toe. Nee, maar die willen er te doen. Dus die en die willen niet dat Sigrid Kraag en uh, D 66 er toe doen. Dus maar ik... wat is zijn volgende functie nou in zich heeft dat uh, daar dat hij daar nog macht heeft over de huidige VVD'ers en over de huidige kabinet? Uh, ja, dan moet hij dus niet een d 66 denk ik, daar in het zadel helpen. Ik denk, ik, ik denk niet dat hij dat ik, denk dat... ik denk dat hij of hij de termijn gaat uitzingen... en misschien een soort van lang demissionair kabinet gaat hebben... en, uh, mm -hmm. en, en dan... VVD misschien. Ja, dat is wel een grap, want ik denk dat de VVD echt niks meer gaat voorstellen als hij weggaat. Uh, ja. ik, ik snap niet dat het nu nog iets voorstelt, nu hij er wel zit. Maar goed, dat, dat vind het, ik ook een ding. Waarom bestaat het die partij überhaupt nog na corona? Bizar. Het is, het, ja, hij heeft natuurlijk een hele mooie bliksem uh, uh, afleider uh, in het CDA gevonden die nog uh, maar vijf Hugo, zetels ja. in, de, in de peiling hebben bij Maurice de Hond. Maar ik vind het is ook weer opzichtbaar dat het Ipsos spelt de VVD gewoon nog op 27 zetels in plaats van 20 bij, uh, ja. uh, bij Maurice de Hond. En ja, ik, uh, ik denk echt dat het uh, is... Ik weet anders niet wat anders. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is interessant. Ik denk dat, uh, dat Rutte um, in het eerste helft van 2023 weggaat. Uh, ik denk dat hij naar de NAVO gaat. En ik denk dat hij... Um... Waarom de NAVO? Ik denk dat hij weinig... Um, ik denk dat het voor de hand ligt dat hij bijvoorbeeld Europees zou gaan. Maar ik denk dat die politiek, uh, dat daar niet zoveel te behalen valt... Ik denk dat uh, NAVO ook een politieke organisatie is. En ik denk dat Nederland daar historisch gezien, ook met uh, Jaap de Hoop-Scheffer natuurlijk, best wel hoog, uh, um, ja, lekker licht, weet je, politiek mm -hmm. gezien. Um, ik denk dat daar een functie vrijkomt. Ik denk dat Rutte daar uh, um, ja, eigenlijk best wel zichzelf voor geschikt zal achten. En... Dat is ook volgens mij wat Marinus Waageman toch opperde. Ja, ik heb het meerdere op meerdere kanalen gehoord. Mm. Dus het, uh, het is niet mijn eigen idee. Maar het, uh, uh, ja, ik denk dat hij naar de NAVO gaat. En ik denk dat. Um, um, ik denk niet dat het kabinet valt. Ik denk ook niet dat hij gaat dat kabinet laten vallen. Of zeg. Nee, nee. Ik denk gewoon dat. Uh, ik denk eigenlijk dat het scenario al klaar ligt voor wat er dan gaat gebeuren. En ik denk dat Sigrid Kaag uh, minister-president wordt. En. ja. Um, nou, ik weet het niet. Dus er wordt gewoon wat, wat, wat stijvertje gewisseld. Maar er zal weinig veranderen verder. Nee, en dat denk ik inderdaad wel over een jaar. De, de, uh, het is inderdaad elke keer. Um, nou goed, het blijft gewoon politiek. En de, en, en. Maar wat wel interessant is. Kijk, hij heeft natuurlijk Hugo de Jonge. die heeft CDA in de fik gestoken. Voor, <laughs> uh, voor wat hij gedaan heeft. CDA is weg. In vijf zetels weet ik het. Het is helemaal weg. Mm -hmm. um, als hij Sigrid Kaag uh, minister-president wordt, ook dat. Uh, daar gaat hetzelfde gebeuren. Sigrid gaat D66 in de fik steken voor haar eigen carrière. Um, en VVD heeft uh, anderhalf jaar de tijd om zichzelf weer opnieuw uit te vinden. Mm -hmm. Het zou in heel veel opzichten heel goed kunnen werken voor de VVD. Mm. Ja, ik denk, ik denk dat de, de zogeheten premiersbonus zeg maar, mm -hmm. dat, is, dat is iets wat uh, ze altijd bij peilingen en in verkiezingen stellen Op het moment als jij als politieke partij. De premier levert, dan levert dat direct stemmen op bij de volgende verkiezingen. Ja, maar niet als je zich in het kraag bent. Dat gewoon... <laughs> die, die gaat gelijk domme dingen zeggen. Ja. Echt direct. En dat, wat is inflatie? Ja, <laughs> ja, daarom. En ik bedoel, laten we eerlijk eens Rutte, dat is onhoudbaar. Want die mannen, echt de, de lijken vallen links en rechts. Zijn kast. Hij <laughs> ja. kan het niet meer tegenhouden. Weet je? Het is niet te doen. Dus, dat, dus die moet weg. En nee, ik denk wat dat betreft. Ik ben, ik ben het met je eens in een andere situatie. Mm -hmm. Maar hier zijn nu. Kijk, we, we hebben aan de ene kant krijg je die, die ontwikkeling van het terugduwen vanuit rechts. Weet je? Dus die, die pro-EU-agenda die gaat ontmanteld worden. Uh, dus daar komt hoge of grote politieke druk te liggen. Dan heb je. Uh, um, Doe je ontmanteld worden? Nou, de, wat je ziet, weet je, we zien nu die 26 uh, leden van het Europees Parlement die uh, gearresteerd zijn. Weet je, de corruptie die daar aan de kaak gesteld wordt. Mm. Uh, Macron, uh, de inmenging van McKinsey in het uh, uitrollen van zijn presidentscampagne. En McKinsey zit tot aan zijn nek in de World Economic Forum uh, uh, plannen. Um, ik denk dat dit allemaal op straat komt te liggen zometeen. Mm. Ik denk dat het politiek ontzettend schadelijk is. Mm. En ik denk dat Rutte het weet. En ik denk dat Rutte daarom maakt dat hij wegkomt. Uh, maar ik denk dat iemand als Sigrid Kraag gewoon de volgende Hugo de Jonge wordt. Die gaat gewoon helemaal. Die gaat keihard <laughs> onderuit. En die gaat de D66 meenemen. En wat staat er straks als enige van de traditionele partijen nog overeind? Het VVD. Want die hebben anderhalf jaar de tijd, of de VVD, want die hebben anderhalf jaar de tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Mm. En dat, uh, um, ja, dat zou ergens nog wel. Sens maken of zo, dus dan geen ritten waar zitten we, 6, 7, 8, maar uh, wel een, een, weer een VVD-kabinet. Ja, nou, ja, toch, uiteindelijk verandert natuurlijk nooit wat. Weet Yo, je, dat dat, ik ga toch naar die kartels in Mexico, denk ik. Vind, ja, vind daarom Ik denk dat dat is in ieder geval democratischer dan dit. Ja, <laughs> <laughs> vet, um, even kijken. Ja, nee. en qua uh, andere gebeurtenissen, um, oorlog in China, oorlog in China, oorlog met China ik was net eens dus bij Pe Peak uh, Prosperity, want die, die had daar een uitzending over. Die denkt dat China zich aan het opmaken is voor een oorlog. Ik heb niet afgekeken, want hij hintte wel in de opening dat het niet per se ging om een uh, kinetische oorlog, dus dat er echt en de economische oorlog is al lang. Maar dat is, nou, dat is ik, weet niet, ik, ik, ik heb niet ik heb niet helemaal uh, ik, wat ik moet al kijken voordat ik het zei. Maar de Het is een oorlog, maar het is niet een kinetische oorlog. Ik vind dat flauw. Ik vind dat een beetje een dooddoener. Ja, ik weet niet. Ja, dat maar hij hint er daarna. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook echt zo bedoelde. Maar um, uh, ik zag net nog een lijstje van de uitgaven voor defensie uh, per land en is 800 miljard per uh, jaarlijks van Amerika. 290 voor China en dan vervolgens wordt het... In geloof loopt met 80 en dan zakken het heel snel terug naar 60. Dan heb je uh, Rusland, Frankrijk, Duitsland. Ja. Het was een grappig hier, dus dat Italië, Duitsland en uh, Italië, Duitsland en Frankrijk geven uh, bij elkaar bijna 200 miljard uit. Dus bij net zoveel als China. Ja, dat vind ik, vind ik best wel opzienbarend. Uh. Ja, ja. Uh, ja maar... maar ik moet je wel zeggen: ze hebben de productiecapaciteit niet. Hè? Ik bedoel, Duitsland misschien enigszins weet ik niet. Maar China kan produceert zelf de vliegdekschepen. Als uh, Europa een vliegdekschip wil kopen, dan moet ze naar Amerika toe. En dan zeggen ze, ja, dat is goed, dat kost 2 miljard. En dan uh, ben je wel vijf jaar bezig. Terwijl Amerika produceert uh, twee van die dingen. Of uh, sorry, China produceert twee van die dingen per jaar. Dus ik denk dat dat die productiecapaciteit, geld is één ding, maar productiecapaciteit is een ander ding. Maar waar geven ze dan uit dan? Bedoel, ze kopen toch ook gewoon materieel daarvan? Uh, ja, maar ze produceren zelf. Ze, ze hebben de productiecapaciteit in China. China ja. ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is best optiebaan. want als je gewoon uh, je hoeft het niet zelf te produceren, om, en, en doet Frankrijk, doet dat trouwens Frankrijk en Duitsland doet dat nou, ook voor een heel groot deel wel. Ja, klopt. Met, ja, met uh, vliegtuigen. Ja, precies. Ja. Uh, wat ook um, goed, die, die vliegtuigschepen niet, maar voor de rest kan je volgens mij wel alles uh, kopen en zelf maken of ergens in, uh, in geval Israël inkopen, weet ik niet ja. waar je dat doet. Maar um, nou goed, dat, dat vond ik opzienbarend en dat, dat laat ook wel zien. Want ik denk dat er natuurlijk gewoon nu een proxy-oorlog wordt uitgevochten door Amerika op één front. Uh, maar China is de andere boosdoener, dus dat, ze, ze, ze bereiden zich daar volgens mij al heel lang uh, in, uh, op voor. Ja. En ik denk dat ze hem zelf niet gaan, gaan voeren, maar uh, misschien wel weer indirect. Of misschien dat, een proxy-oorlog met China? ja misschien met Japan Japan dat Japan, uh, Japan en Japan Zuid-Korea Er zijn natuurlijk best wel veel landen die daar uh, ja, Japan, omheen hangen Jap Japan grenst aan Noord-Korea aan, uh, Noord aan uh, uh, hoe heet het aan uh, China en aan Rusland hmm. dat is echt heel interessant <laughs> en die gaan nu inderdaad echt 2% van hun uh, uh, GDP van een bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Japan. Soort, ja, 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 dus dat die gaan massaal oh. investeren erin. Ja, ook omdat ze nu en dat is maar hebben ze nu al enigszins al heel lang een conflict met Rusland over die eilanden die, die daar boven zitten. En China ook, ja. En China Filipijn ook. Ja, dus dit is dat ruzie aan maken. Ja. Dus ik kan me indenken dat uh, Amerika het, het liefst doen ze dat via, via Japan natuurlijk, net zoals ze nu ook via Oekraïne doen. Uh, maar ja, wellicht dat het. Jij denkt dat het rechtstreeks. Ja, gaat ik denk dat dat knallen? onvermijdelijk is, omdat het om Taiwan gaat uiteindelijk. En ik denk dat als China Taiwan binnenvalt, waarvan ik denk dat dat gaat gebeuren, mm -hmm. vroeger of later, dan, um, ja, dan zal Amerika gedwongen zijn om militair in te grijpen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het. Dat China nog niet sterk genoeg is daarvoor. Ik vind het ook niet helemaal in de Chinese aard. Zij zijn niet zo militair gezien, niet op die manier agressief. Zij zijn heel erg. Van, en dat zit ook gewoon een beetje in de Chinese filosofie. Van je, je laat de tegenstander zichzelf verslaan. Mm -hmm. En dat is wat er nu aan de hand is natuurlijk in de afgelopen twee jaar. Dat zie je ook. Weet je. Ik bedoel, hoe kan het dat corona, wat uit China komt, uh, die supply line problemen die vanuit China komen, weet je, de energieproblemen die vanuit mm -hmm. Rusland komen. Um, uh, die de hoe heet het de uh, ondermijning van de dollar als wereldreserve munt wat uit China en Rusland komt. Je ziet dat die oorlog wordt al op alle fronten gestreden behalve militair, mm -hmm. omdat Amerika militair gezien het sterkste is. Dus daar gaan ze hem niet voeren. En ik denk dat ik denk dat ze een oh jee onze clown, Ja, van jaar, maakt even een statement. <laughs> die uh, nee, ik denk dat uh, dat China niet zo snel direct die confrontatie op zal zoeken, uh, maar wacht tot Amerika echt echt serieus verzwakt is en ik, ik voorzie grote problemen binnen Amerika. Ik zie nog wel een soort van dat land in tweeën opsplitsen of zoiets, weet je, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Volgend jaar? Nou, nah, nee, is niet zo snel, maar ik zie dat wel gebeuren denk ik, want ik wil het verschil tussen de Democraten en de Republikeinen is dat had niet groter kunnen zijn. Die mensen kunnen echt niet meer door één deur met elkaar. Mm -hmm. En dat uh, hoe kan je dan nou samen een land zijn terwijl je zo verschilt van, van, van mening? Het mening. Is echt opvallend. Dan ben ik wel benieuwd in hoe dat uh, zich ontwikkelt volgend jaar met de Europese Unie ja dat Want is waar. Dat, dat, dat is natuurlijk nog veel minder een land wat ze wel proberen te. Het is geen eens een land. Nee. Dat, uh, nee ik, denk dat, ik denk dat de EU zijn macht gaat verliezen. Maar ik denk dat dat gedreven wordt door de energiekosten. Want ik denk ik, ik denk dat de Duitsers niet heel veel langer akkoord gaan met de afbreuk van een land. Hmm. En ik denk dat onder dat. Ik bedoel, het is gewoon een heel links-groen land, politiek gezien. Dus je hebt best wel kans dat het nog even doorgaat. Maar ook daar gaat. Weet ik veel, de, de crisis gaat toeslaan. Het wordt, het wordt heel slecht in Duitsland. De, de realiteit gaat uh, de ideologie achterhalen. Dat denk uh, ik wel. Ja. En mensen gaan moeten betalen voor die ideologie... en dat willen ze op een gegeven moment niet meer. Dat, nee. Maar dat en dat begin is nu, uh, nu ingezet. En ja. dat, uh, nou, we, we hebben het gezien hier ook. De CO2 uh, ja. uh, ga je afrekenen. in 2027. Nou goed, dat. Uh, zo voor vijf jaar. Vijf jaar is altijd ver weg. Hè? Dat kun je nog kun je nog weg, kun je nog vooruit schuiven met ja. nog vijf jaar. Weet Ik, mm -hmm. maar. ik denk dat uh, um, de ideologisch gezien heeft de EU zijn beste tijd gehad. Ik denk economisch ook. Ze produceren niks. Ze hebben niks. Ze hebben geen gas meer. Uh, uh, alles wat er wordt geproduceerd, dat wordt nu afgebroken in Duitsland. Ik zie, ik voorzie. Grote, grote problemen in Europa. Mm. En Italië is niet meer dat, dat kan niet meer binnen de en Je ziet wel, ze bewegen zelf al weg. Weet je, die, die Meloni, ik ben groot fan van haar. Zij is al lang begonnen met afscheid nemen van Europa. Mm. Dat, uh, ja. Is een heugelijk jaar 2023. Ja, het kan alleen maar, maar beter worden, toch? Ja, ja. zeker. Zet. Zeggen we nu. <laughs> famous last words. Goed, ja. dankjewel <laughs> voor het kijken van deze speciale uh, kerstuitzending. Ik wou nog eventjes zeggen: misschien is je opgevallen, maar als je deze aflevering kijkt via vivavalentine.com en jij bent een tribe-member, dan heb je hem eerder gezien. We hebben hem eerder online gezet. En um, gefeliciteerd. Dat is tof. Dus je hebt er alvast van kunnen genieten. We hebben niet een extra aflevering deze week. We nemen dit uh, ietsje voor kerst op, want in deze week uh, is onze studio uh, gesloten. We gaan hem helemaal opnieuw uh, inrichten. En um, ja, daarom even geen extra, maar als cadeautje krijg je daarom deze aflevering eerder. We zijn volgende week bij je terug met een vers nie, vers, gloed, vers nieuwe <laughs> nieuwjaarsaflevering. Thanks voor het kijken. Gelukkig nieuwjaar alvast. Doe zuinig op je vingers en tot ziens. Later.